Voor minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer staat het besluit nagenoeg vast dat de uitgifte van gronden in de cultuurtuin teruggedraaid zal worden. Deze mededeling deed ze gisteren op de persconferentie van de Raad van Ministers. Volgens de bewindsvrouw kan gesteld worden dat de cultuurtuin ons heilig gebied is. Het algemeen belang vooropstellend, zegt Pocky, zich niet te kunnen voorstellen hoe men het in hun hoofd heeft gehaald dit stukje grond uit te geven. Wat de gemeenschap moet weten, is dat de minister van Grond- en Bosbeheer heeft een deskundige vanaf. Zaterdag zijn we bezig. We hebben flink gewerkt het weekend, zaterdag, zondag, om het dossier op tafel te leggen. En u weet, de gemeenschap weet het grondtory aan een onmakkelijke kwestie. Dus we zitten met bijkans 500 rechtszaken binnen het ministerie. Dus de minister is zo voorzichtig mogelijk en we worden geadviseerd door een groep van juristen en deskundigen binnen het ministerie. Maar het gaat niet zo makkelijk. Ik ben nieuw. We hebben heilige huisjes geconstateerd binnen het ministerie, dus je komt niet zo makkelijk aan informatie. Maar wat ik wil de gemeenschap geruststellen, dat we het besluit hebben genomen dat we een deel van de beschikkingen die al zijn overgeschreven of ingeschreven bij het MIGLIS, gaan we dat gedeelte vervallen, verklaren. En dat gedeelte, dat deel dat er nog niet is ingeschreven, gaan we gewoon moeten intrekken. Maar het onderzoek is nog gaande, dus we kunnen niet een definitief besluit nemen. Minister Pocky zegt dat het laatste woord in deze kwestie nog niet is gesproken. Ze heeft dan ook toestemming van de Raad van Ministers om verder te gaan met het onderzoek. De bewindsvrouw gaat verder aan dat conform decreet uitgifte domeingrond er advies van verschillende instituten ingewonnen moet worden. Als men conform het decreet had gewerkt, dan zou je afhankelijk moeten zijn van advies van grondinspectie, advies van LPT, advies van de DC. Maar nergens zijn er documentaties te bespeuren over die adviezen van de DC of LVV. Dus daarom moeten we duidelijke richtlijnen aangeven hoe je een stukje grond aanvraagt in Suriname. En we gaan daaraan werken. De bewindsvrouw verduidelijkt nog dat de 20 beschikkingen die bij het MIGLIS zijn ingeschreven vervallen verklaard zullen worden en de rest wordt ingetrokken. Aldus minister Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer gisteren op de eerste persconferentie van de Raad van Ministers. Ze benadrukt dat er met de Raad is gesproken dat er een quick scan gemaakt zal worden van de openbare plaatsen zoals het Onafhankelijkheidsplein en de Cultuurtuin om de status te bepalen.